Ja, dan nu op scherp, want ik moet in de slag met twee jonge Brabantse topdebaters. Deze twee redetwisters, Robert van der Veke en Mercedes Nasri, wonnen namelijk met het Doutremont College uit Drunen de Brabantse finale van de scholierendebatcompetitie op weg naar het Lagerhuis. Een wedstrijd waarin gedebatteerd wordt om een bijdrage te leveren aan sociale, maatschappelijke en politieke problemen of gewoon om te winnen. Kortom, wat beweegt Robert en Mercedes, allebei 6 VWO. Welkom. Robert, met jou beginnen. Waarom debatteren? Ja, ik vind het om te beginnen gewoon heel erg leuk om te doen. Ik hou wel van maatschappelijk debat. Ik ben er wel in geïnteresseerd en ik vind het gewoon leuk om daar mijn mening over te kunnen geven en daar met anderen over te discussiëren. Nou, hebben jullie het goed gedaan, hè? Jullie zijn door naar de 8e landelijke finale. Hoe nu verder? Ja, nu keihard trainen voor de landelijke. En goed ons best doen om op het landelijke te stralen. En te stralen, zeg je, maar dat heb je van nature wellicht. Ja. En keihard trainen, wat betekent dat? Met elkaar in discussie? Ja, tuurlijk. En gewoon met nieuwe argumenten komen en gewoon goed op elkaar ingespeeld zijn. En ook goed bijvoorbeeld op een ander kunnen reageren. En luisteren. En luisteren, okay. Natuurlijk. Nou zijn er verschillende onderdelen, hè, Robert. De keuze, het 360 graden debat, het 1-op-1 debat en de veenreden. Wat zijn dat voor onderdelen? Wat bijvoorbeeld de keuze, wat is dat voor een onderdeel? Nou, bij de keuze krijg je gewoon 10 tegen 10. Dus het hele team speelt dan mee. En dan krijgt gewoon de ene kant is voor de stelling en de andere kant is tegen de stelling. En dan gewoon zoveel mogelijk argumenten geven en die ze zo goed mogelijk onderbouwen en presenteren. Oké, en het 360 graden debat? Bij het 360 graden debat, dat is nou iets dat is sinds dit jaar eigenlijk ingevoerd. En dan ben je eerste 5 minuten voor een stelling. En dan niet eerste 5 minuten, maar gewoon een bepaald tijdstip ben jij voor de stelling. En dan ineens gaat er een bel en dan moet je tegen de stelling zijn. Ja. Om het van twee kanten te benaderen. Ja, klopt. Dan heb je ook nog het 1-op-1 debat. Ja. Wat is dat? Ja, dat is gewoon, dan gaat één iemand van het team, dat voor ons team doe ik dat dan, die gaat dan tegen een ander iemand uit de tegenstander. En dan gewoon 5 minuten lang gewoon de een voor de ander tegen debatteren. Maar dan gaat het dus meer om ook de mogelijkheid om jezelf staande te houden als je niet zoveel meer te zeggen hebt. Dus het lijkt wel een soort battle dan op een gegeven moment, hè? Ja. We hadden het nog in de veenreden. Ja. Wat is dat? Nou, de veenreden die heb ik gedaan in de finale. En dan moet je een soort van speech houden tegen... in de finale moest je doen alsof je de commissaris van de koningin was. En waarom je zo dol bent op Brabant. Ja, ik heb mijn opdracht iets anders geïnterpreteerd. En ik dacht ik dacht dat het alleen ging om dat je trots op Brabant moest zijn. Dus ik had er een heel persoonlijk verhaal van gemaakt. Maar het was dus totaal niet de commissaris van de koningin. Waardoor we dus die onderdeel hadden verloren. Oh, die had je verloren. Ik dacht, iedereen wenst dan zo'n commissaris van de koningin. Ach, maar dat komt volgende helaas keer goed. Hebben jullie überhaupt voldoende tijd om je voor te bereiden? Faciliteert bijvoorbeeld school nog een debatleertijd? Ja, we doen wel in principe alles buiten school. Maar we hebben daar wel gewoon ruim de mogelijkheid dat de lokalen vrijgesteld worden. En er is ook een leraar, maatschappijwetenschappen, die ons goed begeleidt. En die ons ook... die samen met ons alle stellingen voorbereidt en met ons oefent en zo. En, maar dat betekent dat je na school, dan blijf je op school en dan ga je dit voorbereiden. Dus dan is er geen tijd om uit te gaan of weet ik wat. Nou, het neemt... we beginnen door ruim de week ga je niet echt uit. Dus ja, studeren. Het is ook, het telt mee. Ja, we krijgen gewoon als onze praktische opdracht. Dus als we dit niet zouden doen, dan zouden we die tijd moeten besteden aan een soort groot verslag maken of zo. Ja. Dus in die zin kost het ons niet extra tijd. 2001 won jullie school al. Wat is nou de kracht van een goed debat? De kracht van een goed debat is dat je gewoon zo rustig mogelijk blijft, ondanks hoe fel ook de tegenstander is. En dat je met goede argumenten komt, de inhoud hebt, maar dat je het ook weet te presenteren. Oké, en wat hopen jullie te bereiken als je later groot bent? waar gaat het naartoe? Ja, ofwel hoogleraarschap zie ik nu wel heel erg zitten. Op het gebied van de filosofie zou ik dat graag bereiken. En voor jou? Ja, advocaat of officier van justitie lijkt me wel interessant. Er wordt gevraagd om te debatteren mondiaal, nationaal, provinciaal. Hè, vanuit een mondiaal, nationaal, provinciaal perspectief. Dat eigenlijk komt daar voor jou alles samen. Ja, dat klopt. Ja, ik ben in Iran geboren. En toen ik 4 jaar was, ben ik naar Nederland gekomen. En... nou hebben we het nationaal nog niet gewonnen, maar in Brabant dus wel en hopelijk nationaal ook. Dat hoop ik ook voor jullie. Ja. Zullen we eens proberen om hier een kwestie neer te leggen? Zouden jullie willen reageren en met een argument uiteraard? Hè? In Nederland moeten we softdrugs gewoon legaliseren. Nou, daar ben ik het niet mee eens, want ik vind dat we onze wetgeving moeten baseren op de principes die wij hebben. Ik vind dat wetgeving gebaseerd moet zijn op een ideaal dat wij nastreven. En ik vind niet dat we dat aan moeten passen op de praktijk. Ik vind gewoon dat we dan harder maar moeten optreden.
Helder. De Brabantse mentaliteit gaat eigenlijk verder dan gemoedelijkheid. Nou, dat is een goeie, ja. Brabantse mentaliteit is gewoon dat je er plezier in hebt. Dat je bijvoorbeeld, net als hoe wij eigenlijk naar die wedstrijd zijn gegaan, gewoon lol hebben en kijken hoe ver we komen. En dat heeft ons ver gebracht. Want er waren inderdaad scholen die er echt voor het winnen waren. Een wedstrijd van maakten, ja. En jullie gaan voor de puurheid. Ja. Laatste, heel snel. Mijn grootste talent is omdat... Mijn grootste talent is denk ik gewoon nadenken, inhoudelijk gewoon sterke argumenten brengen. En dat is wat ik het beste kan in het debat. En voor jou? Ja, ik denk mijn spontaniteit en het overbrengen, presentaties. Dank jullie wel.